Mijn naam is Dos Winkel, oprichter, medeoprichter en bedenker van de Seaverse Foundation. We zijn een educatieve organisatie die vertelt over het belang van de oceaan, de bedreigingen van de oceaan, die talrijk zijn, maar vooral ook over de oplossingen. En wij doen dat op scholen, lagere scholen vanaf groep 7, middelbare scholen, alle klassen, en we geven gastcolleges op universiteiten. Verder geven we lezingen voor iedereen die het maar wil horen. We worden regelmatig uitgenodigd door serviceclubs, maar ook door bedrijven, door duikclubs, door lezingenclubs, door rotaries, ronde tafels enzovoorts. Wij gaan gratis naar de scholen. We vragen in principe geen bijdrage, wel de reiskosten, maar voor de rest doen we dat gratis, want we vinden ocean literacy, oftewel oceaangeletterdheid. De Verenigde Naties willen eigenlijk dat elke school in de hele wereld dat in het curriculum opneemt. Wij vinden dat een ongelooflijk belangrijk vak, want de oceaan is nou eenmaal ons allergrootste en allerbelangrijkste ecosysteem. En daarom verdient de oceaan heel veel aandacht. Want, zoals Paul Watson dat ooit gezegd heeft, if the ocean dies, we die. Dit is het begin van een serie afleveringen met verschillende onderwerpen die allemaal betrekking hebben op de oceaan en of daar rechtstreeks of onrechtstreeks mee te maken hebben. De eerste aflevering volgt heel binnenkort en we proberen vanaf het begin elke week één aflevering te lanceren via YouTube. Ik zou zeggen veel kijkplezier en hopelijk leert u er ook wat van. En hopelijk nodigt u Seaverse uit voor een les op school of een lezing voor uw club of vereniging.